Een van de belangrijkste zaken is natuurlijk of de gemeente zowel in dienstverlening als financieel dadelijk sterk genoeg is. De gemeente Rijnwaarde heeft nadrukkelijk aan de provincie aangegeven dat ze nog een paar jaar vooruit kunnen. Dan hebben ze echt hulp nodig. Gemeente Zevenaar staat er ook niet florisant voor. We hebben een geweldige industrietrein wat ontwikkeld moet worden. Maar er ontbreekt een aansluiting op de A12. Dat lijkt nu naar achter geschoven te worden. Dus we krijgen moeilijkheden. Dus als we dat niet helder op papier krijgen, krijgen we dadelijk een boterzachte nieuwe gemeente. En de provincie kan ons nou net helpen. Om dat heel robuust te gaan maken. Maar de provincie heeft daarin eigenlijk niet veel keus als ik het zo hoor. Want ze moeten u eigenlijk wel helpen. Als u het zo wil uitdrukken. En wij praten nooit met de provincie over moeten. Maar we hebben bij de provincie de vraag neergelegd van willen jullie ons helpen. Maar daar zit heel veel woordje moeten achter. Als de provincie dat niet doet, voorspel ik dat er geen stevige gemeente komt te staan. En dan kunnen we beter aan de fusie niet beginnen. En hoe staat de provincie tegenover de fusie? De provincie wil graag één grote, sterke Limische gemeente hebben, vier uh, gemeenten samen. Dat is door Duiven en Westervoort afgewezen. En Next Best is dan deze twee. En dat vindt de provincie wel heel prettig. Als we die van onder op vorm willen geven, dan staat de provincie daar heel erg achter. Omdat er dan een heel nieuwe, stevige gemeente ontstaat die in dit gebied een soort motor kan vormen voor de toekomst. Begrijpt u waarom Duiven en Westervoort uh, het verzoek tot fuseren hebben afgewezen? Nou, helemaal begrijpen doe ik het niet. Zoals gisteravond ook al even geformuleerd is. Een aantal mensen zegt ze vertrouwen ons niet. Ik denk niet dat het een kwestie van vertrouwen is. Het is een kwestie van belangen. Ik denk dat Duiven en Westerwoord het belang van samenwerking met Zeven nog niet inziet. Ja, dat is hun goed recht en die keuze kunnen ze zelf maken. Ik denk dat naar de toekomst toe dat belang bij alle gemeenten heel langzaam weg gaat ebben. Ooit komt er een keer een moment dat de vraag er heel duidelijk ligt van we moeten wel.